Nee, was denk ik hartstikke goed. Ik denk misschien wel het beste half uur van ons dit seizoen. Tegen een goede tegenstander. En hebben we gewoon laten zien wat we willen en hoe goed we dat eigenlijk kunnen. Alleen, om maar vast erop voor te beduren, dan zie je ook hoe kwetsbaar het nog is. En dat is gewoon hoe het is. En ik moet zeggen dat wij dat ook wel wisten. En een beetje dat voel je ook wel, dat sommige dingen nog niet helemaal kloppen. Dus, ja. Wat is dan het omslagpunt? Is dat die 1-0, denk ik. En, dan moet je ook ervaren zijn en aanvoelen van oké, het zit er nu niet in, dan maar de tweede helft. Maar ik denk dat we dan geven voor rust nog die 2-0 weg. Ja, en dan zakt het wel een beetje in. En ik denk dat vanavond alles misging. In de zin van de tweede helft wil je wat, krijg je gelijk een penalty tegen. Nou, Ted valt nog weer uit. Dus het was geen beste avond voor ons. Ja. Wat ik in dat eerste half uur zag, voor mijn gevoel, heel veel fanatisme, heel veel duels die je dan uiteindelijk wint. En daarna niet meer. Nee. Wat is dat dan? Ja, zeg het maar. Dat is ook een beetje het ongrijpbare van voetbal. Hè. Dan valt hij net niet goed. En dan heb je misschien net niet het lef wat je het eerste half uur wel hebt. Ik denk dat we heel goed moeten kijken naar wat er gebeurt na zo'n 1-0 bij ons. En dat moet iedereen voor zichzelf beslissen. Van oké, durf ik nog dezelfde dingen te doen als voor die 1-0? En daar moeten we naar kijken. Ja, het is gewoon vervelend dat het weer 3-0 wordt. En naar Roda verlies je nu weer een keer. En kijk, dat kan absoluut gebeuren hoor. Want we zijn nog absoluut niet waar we willen zijn. Maar ja, dat is wel jammer. Dan even direct naar rust. Die penalty, heb jij kunnen zien wat er gebeurde? Nee, ik heb het helemaal niet gezien. Die bal komt via de zijkant en hij komt voor. Ja, er gebeurt eigenlijk niks en hij fluit. Maar ik hoorde dat het wel terecht was. Dus dat kan ik niks van zeggen. Ja. Ja, drie thuiswedstrijden gehad. Twee keer een 3-0 nederlaag. Ja, dat komt wel hard aan. Ja, weet je, uiteindelijk zal het daar niet veel mee te maken hebben. Ik denk, we hebben natuurlijk thuis ook goede tegenstanders gespeeld. Roda was gewoon een afdeling en dat was ook helemaal niet goed. En vandaag was het gedeeltelijk heel goed. En ik denk ook, wij hebben grote kans op 1-0. Ja, dan krijgen zij misschien een beetje hetzelfde gevoel als wat wij nu hebben. Dat gebeurt niet en dan scoren zij. En dan krijgen zij natuurlijk dat goede gevoel. En zonde. Je hebt niet veel tijd om te balen in ieder geval. Nee, daarom. Ach, weet je, ik ben hier wel heel ziek van. Maar je ziet gewoon in de hele club dat we achter dit elftal staan. En dat we met iets bezig zijn. En dat moeten we niet verliezen. En dat zegt de trainer ook. En Philip maakt vandaag zijn debuut, een jonge jongen. Dat is dan een mooi lichtpuntje voor de club, denk ik. En we gaan gewoon weer verder. Ja. Na Roda zag ik jou hier schreeuwend en woedend de catacom inlopen. Was dat vandaag ook zo? Ben je ook boos geworden? Of was het anders? Nee, ik moet zeggen, vandaag kan ik... Ja, tuurlijk, weet je, ik neem ons wel wat kwalijk, maar veel minder dan tegen Roda. Tegen Roda waren we bang, durfden we niks. Hebben we eigenlijk gewoon alles wat we de hele voorbereiding deden, deden we niet meer. En vandaag in een hele goede fase wel. En dat voelt dan anders. Ik denk, weet je, die 3-0 is een penalty. Het viel gewoon niet goed vandaag. En dat is een andere emotie, moet ik zeggen, dan naar Roda. Ja. Maandag Jong AZ. Heb je ook niet... De Graafschap heeft daar in ieder geval niet zo'n lekker trekrekker de laatste tijd. Nee, ik zelf ook de laatste keer niet. Ook verloren 3-2 volgens mij. Ja, dat is ook weer een wedstrijd waarin je tegen een jonge voetballende ploeg speelt. Dus dan is het aan ons om daar volle bak op te gaan zoals we het eerste half uur deden, denk ik. En weer stappen te zetten in wat we willen. Mooie kans. Succes. Ja, dankjewel. Dankjewel, Jens.